CBN Prime Alert van dinsdag 14 april 2015. Uw aandacht voor de headlines. Problemen huizen Asiana al tientallen jaren. A-bopper Monorit, ook slechte reclame is reclame. Combimark geeft NDP nog eens 5 jaar. 29-jarige autobestuurder 17e verkeersdode. Rozenblad vindt zelfstandigheid bij jongeren belangrijk. Ruzie om hoer leidt tot vechtpartij. Husty Musty komt met eerste horrorfilm. Voortvluchtige Casanpaviro meldt zich aan. Jongeren leren veel uit vakantiemicrobiologie. En drugscouriers met bijkans 4 kilo coke aangehouden. Het personeel van Huizen Asiana is in beraad. Vandaar dat wij dan een vraaggesprek hebben met CLO-voorzitter, de heer Ronald Hooghart. De mensen van, of het personeel van Huizen Asiana zou in beraad zijn vanwege het feit dat er toch wel nog steeds tal van zaken zijn. En zoals de heer Hooghart dat aangeeft, zaken die zich al tientallen jaren afspelen. En vandaar dat de CLO toch wel met alle actoren die hierin een oplossing kan brengen, een oplossing hiervoor dan ook wil brengen. De heer Hooghart heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat gratis reclame te maken voor de PBO, de partij van de heer Hooghart zelf. En wij voeren u naar het moment van dit vraaggesprek. Heer Ronald Hooghart, het personeel van Huizen Asiana heeft vanaf gisteren het werk neergelegd. Vandaag is dag 2. Mogen we weten wat de situatie nu is bij Huizen Asiana? Laat me u even corrigeren. De mannen leggen werk neer, de mannen in beraad. Mm-hmm. En ze zijn zo verantwoordelijk dat de zorgutak de orusman opina. De wasdensma, de jidenjan, de krinden, de duden sandati. Maar a beraad die zie je hou en wat zijn gomita minister tak aan een negeer rokoman, aan een negeer libisma. Am takanga alles maar wie zijn puspusi kon takanga, am nyawanga puspusi toe. Ta? Dus dati. Omdat de man van de geer, de man, sorry, de man de bezige manipuleren aan wat tram aan drapen. En hoe nee plein aan zijn dat die. Hoe aan roko, hoe aan doe roko, maar hoe aan de zand waar we recht op hebben, die dingen moeten ook gebeuren. De minister moet niet bemoeien in vakbonds aangelegenheden. De minister moest praten met mensen om oplossingen te zoeken. En wij kunnen er helpen om die oplossingen te zoeken ook. Dat gezegd hebbende, wat kunnen jullie dan gaan betekenen? Wij betekenen veel in deze samenleving. Iedereen weet dat de CLO alles doet om de werkverhoudingen te verbeteren. We willen ook de houding van mens tot mens in dit land corrigeren. We zitten nog steeds met koloniale culturen. En ik denk dat ministers en leidinggevenden denken dat ze kolonialen zijn. En in feite niet zelfs kunnen bemeesteren, maar alleen dicteren en straffen, geboden en verboden. De wereld is veranderd. We willen praten over de verhoudingen. En we willen ontwikkeling hebben. We willen niet gedirigeerd worden door dictatoren. We willen niet gedicteerd worden. We willen praten over de dingen. We willen het vermogen van onze mensen vergroten. Ja. We willen training, we willen opleiding. We willen beter werken. We willen de middelen die het werk gemakkelijker moet maken en beter ordening brengen in de systemen. We willen de structuren totaal veranderen, waardoor dat stukje menselijkheid dat ons is opgedragen in het leven, dat we dat goed beleven. Ja. Dat is wat we willen. Men is in beraad, zegt u. Kan dat zo zijn dat dat over kan slaan in actie? We zijn bezig natuurlijk te kijken naar andere organen, ook binnen sociale zaken als buiten, om duidelijk te maken wat we willen. De minister is in deze dag geen gesprekspartner? De minister is de dienaar, meest verantwoordelijke dienaar van het ministerie. Zij dient, wanneer er geen oplossingen onderin komen, dient zij dat op te vangen en te werken naar een oplossing. Ja. Maar hoe lang lopen zaken al mis dan bij Huizen Asiana? Tientallen jaren lopen de zaken mis. En wij zijn nu doende de zaken over te nemen en te kijken
naar de meest positieve richting waar we dat kunnen opsturen. De vorige bond heeft niets betekend? Nou, ik wil me niet richten tot de vorige bond. Ik wil slechts aangeven dat de mensen gekozen hebben om zich te laten vertegenwoordigen door de CLO. En de CLO is de vertegenwoordiger van de landsdienaren. Dus we vinden dat er duidelijk gepraat moet worden met de CLO. Wat is de houding van de directie van Huize Asiana dan naar het personeel toe? Want u sprak daar net over. Laat me dit zeggen. Ik ben ooit uitgenodigd om er te zijn. En als voorzitter van CLO ben ik heel goed ontvangen door de directeur. De directeuren, laat me dat zo zeggen. We hebben goed gesproken. We hebben intussen gezorgd dat de... hoe noem je dat ding weer? Wat? De wasserij. Een boiler heeft gehad. We hebben eerst een boiler hier bij El Gawa gekocht. Mm-hmm. Het bleek te klein te zijn. We hebben intussen een grotere gekocht dat nu daar is. Wat wij willen is dat de mensen steeds gezonder werken en beter werken. En het werk ook een beetje vergemakkelijkd wordt. We leven niet meer in 1950 bij Waskrosanga Gruma. Toch? Bij alle mensen moet je de kleren goed stomen. En we hebben gezorgd dat er stoom is nu, dat de mensen de kleren goed kunnen wassen. Waardoor gevaren voor andere zaken een beetje gedecimeerd worden. Dat is dan een van de problemen die u net aangeeft. Welke zijn zo'n beetje de andere problemen waarmee ze daar zitten? Nou, het grootste probleem waarmee we zitten is de administratieve zaken. Mm-hmm. De functies van de mensen, de posities van de mensen zitten niet goed. Het eerste wat ik gezien heb wanneer ik de lijst bekijk, is hoe verschillend dat zit, hoe onevenwichtig. En die zaken gaan we verbeteren. Ik moet zeggen dat ik met de minister van Binnenlandse Zaken een goed onderhoud heb gehad in zijn algemeenheid over deze zaken. De bedoeling is dus dat we komen tot een commissie. Maar wat mij betreft, wat CLO betreft, kan Viso overboord gegooid worden. Want dat heeft alleen maar voor ellende gezorgd. Het heeft miljoenen, meer dan 700 miljoen gekost. Ziet u er wat van? Het enige wat je ziet is dat er nu 220.000 auto's op straat rijden. Voor de rest heeft het voor ellende gezorgd. Ja. Maar we zitten nu daarmee opgeschreven met Viso. Zou dat niet allemaal verfijnd moeten worden om het dan toch correct te hebben zoals u dat aangeeft? Dus ik denk en hoop dat met de wisseling van de wacht als Paars weer aan de macht komt, dat dat kan gebeuren. Want Viso is gebracht door mijn vorige vrienden. U weet, ik ben zelf NPS'er. Nu ben ik PBO'er. Blijkbaar zullen ze het niet willen wegschrappen. Maar ik roep de ambtenaren op ten positieve mee te werken zodat we Viso kunnen wegschrappen. Viso moet overboord gegooid worden. We hebben een beter systeem. Het algemeen bezoldigingsbesluit. Het moet alleen maar aangepast worden. Weet u wat er gebeurd is met heel wat mensen die in directeurspositie zaten, onder directeurspositie? Ze worden hoofdambtenaar genoemd. Ze zouden in feite met een directeur of onderdirecteurspensioen naar huis moeten gaan. Ze gaan gewoon met een positie van hoofdambtenaar, schaal 23. Dat scheelt duizenden guldens. En dat gebeurt ook met andere ambtenaren. Op elk niveau zijn er fouten gemaakt. Ook bij de pensioenen, fouten. En we zitten nog steeds met de fouten. Wat wij willen als CLO, we hebben het al aangegeven, jammer genoeg dat de verschillende regeringen niet gewerkt hebben. We willen een systeem hebben waar mensen binnen hun beroepsgebied groeien. Dan kweek je kaders. Je haalt iemand binnen die bijvoorbeeld middelmatig 12 vakken beheerst. Je groeit niet. Je moet eigenlijk patronen scheppen waardoor specialiteiten ontstaan. Iemand die bij Asiana werkt moet gespecialiseerd worden in de werkzaamheden die hij doet. Laat me het simpel zeggen. Als je een handlanger metselaar hebt, dan intrainen man dat aan mijn tronen HBO'er metselaar. Daarom heb ik gezegd bij de opleidingen, surnummerairs. Ik wou maar op een surnummerair. Ik mix surnummerair 1. Of surnummerair 2, 3, 4, 5.
dan worden die mannen MBO'ers. Je moet dat ding goed uitspatten. Dus. Wat zeg je? Uitsmijten, laat maar het zo zeggen, verdwaalpinsel. Goed gestructureerd maken. Wanneer je die MBO hebt bereikt, moet je diezelfde man de gelegenheid geven om binnen zijn werkgebied te groeien naar een HBO-niveau. Dan je shitaki, awroke gomorobunjan na kondre. Alleen te jouw handlanger misreman. Handlanger misreman moest man gro, trouwen echte misreman. Dan aan mij gro. Nanga de san de sibere san fasan tron MBO misreman. Maar nou, wat hebben we hier gedaan? Koloniale dingen. Technische beroepen zijn lagere beroepsgebieden. Maar je hebt die technische mensen nodig. Zij doen dat werk. Die doen een groot rokko. Toch? Anna man, je hebt wel ingenieur op kon, dan ik ook een groot rokko. Je kweka man dat eigenlijk in een ingenieur moest man go hand in hand. Maar nou, nou, af en toe begrijp je schrijf je fino train de man. Als je Suriname zo structureert, worden we net als Japan en Amerika. Ja. Dus er is veel werk aan de winkel voor de PBO? Veel werk voor de CLO en de PBO. De mensen moeten weten dat we één zijn. Is de PBO een tegenhanger van de NPS? Nee, ik ben geen tegenhanger van niemand. Ik wil met iedereen samenwerken die dit land vooruit wil brengen. Kijk, de methodes die we hebben gehad zijn verouderd. We moeten naar vernieuwingen toe. We kunnen niet blijven in het oude. We moeten naar vernieuwingen toe. We moeten naar productiviteit. Dat heeft dat land nodig. We hebben de mogelijkheden hier. De mensen zijn intelligent in dit land. Laat de intelligentie goed gebruikt worden. Voor de productie, voor de ontwikkeling, voor de groei. Je kunt niet bij de pchimboy. Ik heb van de man bij de schoonen. Ik schrijf op pchingen. Dat je man was vrouw. Dat man bij krimp tien zo misreman of timmerman de man. Heel goed misreman en timmerman. Wij van CLO hebben de benadering gebracht lagere technische beroepen. We hebben gevraagd te verhogen. Met VISO hebben ze de lagere technische beroepen weer omver gegooid. Maar mijn trompje onderwijzer, dan boy is mij naar universiteit. Ik go, alhoewel mijn trompje boy dat ik mij naar universiteit, want dan naar money. Knappe jongen, aan mij trouwe dotti. Maar dat is ook een manier. Maar man, schrapu aman. Echare waka. Dus als de Groene Partij een uitnodiging richting de heer Hooghart stuurt, u ontvangt dat wel om weer NPS'er te worden? Nee, ze hebben me weggejaagd. Er moet, kijk, als je bepaalde mensen wegjaagt, moet er veel water gaan vloeien voordat je teruggaat. Ze hebben me weggejaagd een paar keer. En ik heb zo hard gewerkt voor de partij. En kijk, de NDP heeft me opgevangen. Althans, de voorzitter van de NDP. En de wijze waarop de man met mij is omgegaan. Ik denk, Molusa man. Ronald Hooghart nog leer zo. Daar, mam, jij geeft me weer voor. Heer Hooghart, even schouw toch nog een stukje verduidelijking. U hebt laatst ook wat ontevreden bestuursambtenaren hier ontvangen. Hoe loopt het daarmee? Ze hebben wat zaken onder uw aandacht gebracht. Werkt u aan die punten? Kijk, RO heeft een goede minister. Die man praat met iedereen en die man probeert de oplossing te brengen. En ik moet zeggen, zijn directeuren, onderdirecteuren, die werken ook mee. Dus er is een goed gesprek vorige week. Ik was er jammer genoeg niet bij met de leiding van die bond daar. Ik heb ook met de commissaris gesproken over een aantal grofheden die door ambtenaren gepleegd worden. Dat is eigenlijk de basis van de issue van de partij PBO. Het komt vanuit de ervaring die ik hier heb opgedaan. Mensen worden vaak genoeg als beesten behandeld. We maanden op die chef aan mijn bar rokken, bijna mijn kop rokken. En dan zijn dat one more. Daarom heb ik gezegd, de issue van PBO is de nieuwe kijk op de mens. En als CLO zijn we ook daarmee begonnen. Want wat er gebeurt op de ministeries is niet eenvoudig, maar buiten de ministerie, in de particuliere sector, is het nog erger. Wij zullen in de toekomst de dienstarbeidsinspectie zodanig moeten structureren, maar niet dat alleen. Als ik in het parlement mag komen, zal ik werken aan wetten om echt deze dingen aan banden te leggen. Aan banden, want mensen worden niet goed behandeld. Weet u dat bedrijven zijn die de wetten die nu getekend zijn, al de sociale wetten, sociaal zekerheidsstelsel, dat ze het aan
Ze lappen het aan hun laars. Ik vind dat de wetten aangesterkt moeten worden om deze kapitalistisch negende karakters eigenlijk uit deze maatschappij te bannen. Helemaal duidelijk. Dank u wel, heer Hoegaard. Graag gedaan. Graag gedaan. Ook, meester Harish Menorat, die staat er op de lijst van ABOP, plek nummer 2. En we weten dat meester Menorat 5 jaar geleden behoorde tot Nieuw-Suriname. En u kent het verhaal helemaal rond Nieuw-Suriname. En u kent ook het verhaal waarom hij nu in feite heeft gekozen voor de ABOP. Wat wij van hem willen weten is wat hij toch wel, mocht hij gekozen worden, in zijn tweede termijn wil gaan betekenen voor land en volk, heer Menorat. Nou, als parlementariër word je gekozen en dan moet je dus het woord van het volk in het parlement te horen brengen. Dus dat verhaal wat politici je uitleggen, dat we straten gaan bouwen en we gaan belastingssystemen organiseren, noem maar op. Dat zijn dingen die in de uitvoering geschieden. Dat behoort tot een regeerprogramma. In het parlement, want daarvoor word je als eerst gekozen, nog voordat er een president is en een minister, wordt een parlementariër gekozen. En een parlementariër behartigt de belangen van het volk in de ruimste zin des woords. Dus als je wordt herkozen voor nog een termijn of voor een termijn, dan ga je dus de belangen behartigen van het volk, bestaande uit die dierenbeschermingswet, tot aan die toerismewet, tot aan die consumentenbeschermingsrecht, tot aan klimaatwet, kustbescherming, noem maar op. Dat ga je hier in het parlement bespreken. De eerste ding dat je in het parlement doet, is een president kiezen. En eerst een voorzitter kiezen van het parlement. En daarna kies je een president en een vicepresident. En de president gaat dan de regering formeren. Hij gaat ministers installeren en die gaan dan naar ministeries. Dus het eerste wat wij gaan doen als je hier komt en als ik hier kom, is in het parlement. Zoals ik 5 jaar geleden ben gekomen en het woord van het volk sterk heb vertegenwoordigd, zal ik dat blijven doen. Een vinger op de pols houden. En ervoor zorgen dat meer wetten worden gemaakt. U heeft gezien dat ik zelfs 5 maanden lang een quorumsanctie had destijds. Alleen dat wetten op de agenda kwamen. En die wetten zijn gekomen. Ik heb aan al die wetten meegewerkt. Denk aan die oude tabakswet. Die dierenbeschermingswet is niet gekomen. Maar advocatenwet is gekomen. Wetboek van strafrecht is gekomen. Dus meer wetten. Wat wil ik? Ik wil natuurlijk als politicus en als lid van de ABOP wil je een aantal zaken bewerkstelligd krijgen. Maar dat zijn dingen die in de uitvoering gebeuren als minister of als regering. Hoeveel stemmen was u waard voor Nieuw-Suriname toen u gekozen werd als parlementariër? En hoeveel stemmen denkt u nu te kunnen vergaren met de ABOP? Nou, de vorige verkiezing was een stemadvies op de heer Boutersen. En toen had ik ongeveer nog geen 1000 stemmen gehaald. En dat vond ik op zich goed. Omdat ik nu een nieuwkomer was, ik was 28 jaar. En als je zoveel stemmen krijgt, dan is dat toch wel prettig dat mensen op je kunnen rekenen. En ik was in dezelfde range als de heer Ratipal toen, Amsad Abdul, de heer Gayadin. En ik hadden om en bij dezelfde stemmen gehaald. En dat moet je dan vertalen naar nu. Natuurlijk is het een nieuwe keuze, een nieuwe partij. Er is weinig tijd weer om de mensen te informeren. Maar ook bij de ABOP hebben we deze keer een stemadvies op nummer 17. Dus de meeste stemmen ook van mij gaan dan naar nummer 17 gaan, naar de heer Belfort. En dan gaat het wat over is, gaat dan naar 1. En mochten mensen specifiek op mij willen stemmen, dan stemmen ze op nummer 2. Dus ik denk dat ik waarschijnlijk in diezelfde range ga blijven van de hoeveelheid stemmen, denk ik. Ja. Heer Menorat, we zien dat er binnen bepaalde partijen toch wel wat grote ontevredenheid is over het feit dat de zogenaamde overlopers toch wel beter geaccommodeerd zijn geworden binnen het nieuwe huis die ze hebben gekozen. Is die ontevredenheid ook binnen de ABOP? Nee, dat is het mooie, want u heeft dat inderdaad hebben we dat gezien bij andere partijen, waar er een verkiezingsstrijd over positionering is losgebroken. Maar bij de ABOP heeft u dat helemaal niet gezien. U heeft wel gezien dat er was een discussiepunt over nummer 1 en 17 al dan niet shiften, waarbij de voorzitter van de ABOP, de heer Brunswijk, had gezegd, wie parlementariër wordt, moet als 17 parlementariër wordt, kan hij nog schuiven om minister te worden. Maar 1 en 2 gaan niet zo makkelijk meer kunnen schuiven, omdat als dat ABOP-zetels zijn, zijn AC-zetels, maar daarna zijn ze gedefinieerde ABOP-zetels. Toch? Want die ABOP is het grootst in die combinatie met PDO en KTPI. Al zijn we gelijkwaardige partners. Ik denk dat bij Nieuw-Suriname toen, naar de transitie naar ABOP, er van een dergelijke overlopen
geen tot minder sprake is. En waarom? Toen de partijleider is weggestuurd door de NDP, is het Brunswijk geweest die de regering in stand heeft gehouden met Nieuw-Suriname, met Monorad en Lachman. En ik heb dus me bijzonder ingezet, samen met de ABOP, om die regering niet te laten vallen. Mensen mogen daar allerlei meningen over hebben, maar als de regering valt, gaat de koers helemaal naar de bliksem en je krijgt economische onrust. En dat hebben Brunswijk en ik tezamen voorkomen door met 27 man hier hard, want Lachman was er vaak niet, met 27 man hier quorum te geven in het parlement. Daarna kwam de minister vrij van handel en industrie en dat is allemaal geboden. Dat heb ik gezegd van ik ga dat niet invullen, toen heeft Brunswijk het ingevuld. Brunswijk heeft gevraagd, neem de directeur tenminste van handel en industrie. Maar wij hadden toen al afspraken gemaakt met de V7, dus we hebben ook die directeur niet genomen. En we hebben aan de heer Brunswijk gezegd, als nou mensen van u komen of mensen van ons komen, het zijn allemaal mensen die te werk gesteld moeten worden, die een bepaalde capaciteit hebben. En dus is er een band, er is een oude band met de ABOP, dat doorloopt naar die sociale wetten, waarin wederom wij quorum hebben gegeven dat hij onder zijn hamer het sociaal zekerheidsstelsel is aangenomen, want Jannie Simons was uitlandig. Dus wij hebben een band met ABOP. Dus wij hebben, ik heb helemaal geen last van dat gedeelte dat mensen maar als een springplank persoon zien. Dat hij aan het jumpen kon tikken op positie nummer 2. Je ziet ook dat ik me niet druk maak. Ik ben de enige parlementariër die durft te zeggen, ik krijg waarschijnlijk 1000 stemmen. Andere dromen over 5 zetels en 8 zetels. Ik ga realistischer vanuit dat AC 3 zetels haalt in Paramaribo, kan halen, kan ook minder, kan ook meer, maar ik denk, ga uit van 3, je moet een uitgangspunt hebben. En ik ga ervan uit dat we winnen. En wat dat betreft maakt het mij niet uit wie wint en hoe wint. Als je achter een partij staat, sta je achter een discipline. En wij hebben vanuit Nieuw-Suriname een lange transitiefase gemaakt naar de ABOP. U ziet ook, hè, bij alle nieuwkomers, in alle andere partijen, Van Stephen Tsang die bij de NDP zit, tot Noreen Sjung, tot noem maar op, dat het de ABOP is die als eerst de handreiking heeft gedaan. En als eerst heeft gevraagd, sluit je aan bij ons. En dat is voor wat alle districten betreft zo, het is multidisciplinair geweest, heeft ABOP zich als eerst opengesteld en mensen omarmd. En ik heb dat geaccepteerd. Ja. Heer Monorat, we zien dat de ABOP van een etnische partij nu naar het gezicht wil gaan van een nationale partij. Maar onlangs hebben wat mensen toch wel hun wenkbrauwen moeten fronsen toen ABOP-voorzitter in een interview aangaf dat wanneer de stadskriolen en de boslandkriolen de gelederen sluiten, men in feite dan niemand meer nodig heeft. Dat is bij bepaalde mensen niet in goede aarde gevallen. U als als Hindoestaan van Surinaamse afkomst, als u nu binnen toch ABOP bent en iets dergelijks hoort, wat zegt dat aan u? Dus je hebt geen woorden maar daden, geen woorden maar daden spel. Ik denk dat dingen ook in een bepaalde context zijn gezegd. Zo was er ook zo dat de heer Brunswijk een opmerking had gemaakt over de paddyboeren in Nikeri, dat ook in een verkeerde keelgat is gesprongen. Maar je moet kijken naar daden. De kandidaat van ABOP in Nikeri is een Hindoestaan. De kandidaat van Saramaka is een Hindoestaan. En zo ga je door, omdat men kijkt naar wat wil het district zelf. Er wordt niet gekeken, wil het district per se een Hindoestaan, een Javaan of een Maron. Er wordt gekeken, wat willen de gelederen van ABOP in een specifieke omgeving zelf hebben. Vandaar dat ik ook op meerdere momenten heb gezegd dat ABOP de mooiste lijst heeft samengesteld. In Paramaribo sta ik toch op nummer 2. En als je me van huis uit bekijkt, ben ik een Hindoestaan, ja. Ga kijken welke Hindoestaan heeft in Paramaribo op de VHP, die een traditionele Hindoestaanse partij is, die heeft een tweede plek gehad. Dan heeft Brunswijk het beste plaatsen ook gegeven aan de Hindoestaan, nummer 2. Want bij de NDP zit de Hindoestaan op nummer 6 in Paramaribo. En voor wat betreft het vraagstuk van die etnische diversiteit, want ik weet dat men heel veel lawaai maakt. En vooral vanuit de gelederen van de VHP komt dat hoor. Van ja, wat doet meneer Manorat op een lijst bij de Marons en bla bla bla. Alvast zijn ze brutaal. 1, 2, ze gaan dat ontkennen. Maar 3, in de NDP-regering hebben wij steeds 1 Hindoestaanse minister gezien. 4 jaar lang, tot er uiteindelijk eentje werd ingevuld. LVV kwam erbij. Zijn er nou 2 Hindoestaanse ministers. Erbij meegerekend dat Hindoestanen de grootste bevolkingsgroep zijn van Suriname. Dus op regeringsniveau moet men eigenlijk bij de NDP gaan struikelen over de etnische diversiteit. Bij de ABOP hebben we daarvan geen last.
We hebben vaker gehoord dat NDP een lobbypartij is. Maar ik denk dat ABOP een veel meer grotere lobbypartij is dan any partij dan ook. Meer dan de visie van meer dan dingen. Er is nog geen protocol ontwikkeld voor vergaderingen, et cetera. Omdat de partij vanuit een traditionele marron binnenland een achtergrond binnen 10 jaar is getransformeerd naar een landelijke partij met landelijke supporters. Dat betekent dat je nog dingen moet gaan organiseren. En dat gaat goed. Dus ik heb wat betreft de mensen die opmerkingen maken, heb ik toch zoveel teleurstelling. Want ik denk bij mezelf, als meneer Manorat wil gaan naar de ABOP, dan gaat hij waar hij wil. Dat mag jij niet bepalen. En als u niet tevreden bent, dan moet u niet stemmen op Manorat. Maar u moet niet zomaar een opmerking maken en het smijten op een etnische hoop. Want wat ik ook hoor bijvoorbeeld, is dat men zegt, Manorat gaat nooit binnenkomen. Maar mijn doel is dat de ABOP wint. Mijn doel is niet dat Harish Manorat moet binnenkomen. Mijn doel is dat de ABOP moet winnen. De ABOP moet regeermacht verkrijgen. En de ABOP gaat regeermacht verkrijgen. Maar dergelijke uitspraken, vallen die wel in uw voordeel dan? Ja, zomaar hard even zeg. Alle reclame is reclame. Bhai. Ook negatieve publiciteit is publiciteit. Ik denk juist dat we moeten weten hoe we met publiciteit om moeten gaan. En we moeten ook omgaan met uitspraken die bepaalde mensen doen. Soms hebben mensen een conclusie gebaseerd op een overweging waarvan je niet eens weet wat de overweging is. Ik denk dat wanneer mensen zeggen van wat gebeurt er in de politiek? Er zijn zoveel verschuivingen. Laxman is naar de NDP gegaan. De NDP heeft ons hier uitgepest in het parlement. Geen dienstreizen, geen uit commissies gegooid. We hebben niks kunnen doen voor de achterban. We mochten niets bepalen. Geen enkele wetgeving mochten we zitten. En het is diezelfde Laxman die Doekje heeft gezegd op radio in Ikeri. En in het Hindoestaans dat hij kutakke moet pieken. Laxman bijlega. Dus als je dat kan accepteren en kan omarmen. Als Brunswijk Boter ze kan omarmen en Somo Harjo Doekje kan omarmen hier. Terwijl ze elkaar hebben geschopt hier in het parlement. Jongen, wie is Harish Manorat? Ik word ervan. Ik denk juist dat het goed is dat mensen praten erover. Van wat doet de deken van de orde? Want men gooit het op mijn dekenschap. Maar ik ben een politicus. In deze setting ben ik politicus en parlementariër. En u heeft gezien dat ik die scheidslijn goed kan trekken. De deken en de minister van Justitie zijn niet op één lijn. Voor wat betreft hetgeen zich in het parlement hier heeft voorgedaan. Maar in politicus zitten we in één politieke partij. En we gaan samen de verkiezingen in. En we gaan samen winnen. Dankjewel, meester Manorat. Goeiedag. In deze periode, op naar 25 mei 2015, zien we dat wel heel veel personen, instanties, maar ook bedrijven hun politieke kleur kenbaar maken. Maar dat bedrijven een hele dag sluiten om een wandelloop te houden voor een partij waarvoor zij toch gaan. En dat is de NDP, om ze nog 5 jaar te geven. Nou, dat haalt dan ook het nieuws. Vandaar dat we zitten op kantoor bij de heer Mahadeo Persat, Ramkalab Deusing. Hij is directeur van Combi Markt. Want we begrijpen dat Combi Markt morgen, woensdagochtend, een wandelloop houdt voor de NDP. Om zo mensen toch wel te triggeren en te motiveren om voor de NDP te stemmen. Zodat NDP nog 5 jaar kan zitten. Heer Ramkalab Deusing, is dat niet een beetje verregaand? Pardon? Is dat niet een beetje verregaand dat u uw winkel voor de hele dag gaat sluiten om een wandelloop te houden voor de NDP? Helemaal niet. U bent als helemaal in hart en nieren, ja, NDP'er? Als een regering goed is, dat wil zeggen zaken zijn ook gezond. Okay. Waarom zegt u dat de NDP goed is? Nu ben ik 64 jaar. 12 jaar was ik onder de markt. Ik heb geen school gehad. Okay. Maar ik heb mijn kennis dat ik zo ver ben. Dimi dawoyo. Fossi. Holland bij Abakondre. Na onafhankelijkheid. Partijko en PSPO. KTPI. Brima partijko. Mi ben dawoyo. Dimi ben dawoyo. De partij racist oorlog ko in awoye altijd ay biging Hindustan Kriole apeti ben bigi kaba ena racist partij dat yuna Hindus leg Guyana aben dorogba di bouto se teka kup
Mi ben bereken tak mo liba konder dis gwe on mino gomang, feti mina wan rokomang. Di bouter se me ka koup. Fur op de man, ik kan aksa verhaal die zien naar een goeie man. Alasani die partij NPS, NPK, allemaal bende, ik ben abi racistori. Okay. Hindustani die zei kriool, die zei alasorsani. Oorlog. Je no mag, je no ben kan gauw je schrijven. Mi doe me, mi nek tak putra man. Wan loham dalar sabi, dasa sing sabi, wan ala mala den groot handels. Te de maika ondrovoyo, amai tekwan sani fish. Sorry. Yeah. I take one sani for you, I gwe, you no mag aksimoni. Of you aksi de ma ben nak you. Asan dat mi miti en a woyo, ano wan le isi teme ka oso. Bena tamara mi no wanga woyo. Omdat de mai tekyo sani gewoon, en no wamane yere you. Di bouter se meka koup. Bakaten. Me kwans ma tek den sani. Da mi kenki mi verstaan tak ei. You na sot ras. Aman tak au jari gue. Vanaf atten dati rases kom broko. Dus daarom mi wan join NDP. Maar you na vanaf 1980 ide NDP'er? Bakaten di a regering ben kom baka. U ben reken. Wan partij ben kon HPP, wan familie mi be aben. Mi go join man a woyo no be abskoutu. Da mi go join a partij dati HPP, fu mek wan bureau dape. Ala de man fu woyo sabi den leefte sa be abi fu roko dape. Wan bureau be meki da san ben kon kalm. Okay. Maar later, toch, a partij di si, sinds bouterse, konen a san dati, en ben pura sani, tak, uno musfeti le kwam blakamang le kwam kuliman of hindustani afeti dat ben kon klari amandisi no shi taki afeti disi musa umusu dewan sernang man en telek no fa amar reger mi shi tak amande tapalein. You know, ondernemer, meneer Chris, sa, ik vind dat NDP doe, of a regering dis doe, de afgelopen 5 jaar, die met name a bedrijfsleven. Oké. Okay. Molekheid. Me abo am ching, me roko, me spaar moni gi ap ching. Ma mi ne gen kennis, mi no gen skoro dat al moni na waarde. A kennis aba waarde a moni ei mek altijd. En a regering di si, te me taigi omeni ching ben kon jana skoro fu aksi skreef geld, skoro moni isab ana wam ching du vakansi job in kombi mark. Honderden. Ala vakansi me tek ding. Voor den kom, maar de laatste tijd China kon actie inschrijf geld. De money ne man kerig ja skoro gebied. En dat na een regering die is do. Voor si, biggie probleem be. Sebi China ga skoro inschrijf geld na de. Beusie moest pay. Voor ons aan ben de no de man kisip chins. Alap China ja ga skoro. Dat mi sabi den gudus map China ga oso. Maar apoti wai ai wakti. En een partij die is namor voor een potisme partij. Hij heeft een partij, is maar van nodig. Maar hij doet toch voor de ondernemers, zoals je schreef? Ik ben niet wacht in de regering. Ik ben een handelaar. Met Charsan Kong, met Seri, met mijn wens, met praten over Rokomamoni. Maar soms moet je abigi als maar letten. Tak suma ayuroko bung ena kondre. En mi si, tak amandi si, no du takur, de man suma itaigi taki amandi skiri. Suma, mi tak oké, wan flik machine fadon 400.000 suma dede, 400 suma dede suma kiri, a piloot kiri. San gebeur, ma amandi spat de wan boom pat, inam luka zelf de san ala dei. A gebeur, bepaalde momenten na moeilijk gi alasma. Ano wansma, alasma. Kan de wansma, mi kan kier wansma. Gewoon me kieren, door atibron. A kan. Dat nou een moment. Okay. Maar gewoon zo, mi luka, a president die si, hij draai a kondre boom. Mi wans steun aman. Ja. Maar zei de you, meneer Ramkaleb Deusing, zei de you schreef, nooit idenki fu opo you egi partij of join a politiek. Nanga bu muiti mi kan skrif mi neng. Dan ben ik op een politiek partij of ik ben abascoro, bouters ben gimscoro, dan ik kan de ben fit naar een tide. Dat ik ben abon tegen partij, voor ook een amantu of zo. Ik heb mijn chinscoro, ik doe mijn rok, mijn job, alles aan je go smooth, mijn naam nog een probleem. En mijn naam regering probleem, niet tra regering mijn naam probleem. Ik kan tegen tra regering probleem, nee, mijn rok of mij, maar te mij zie, dat ik me moest join, once maar.
dan reken kom je join. Okay. Nou, Gitamara, woensdag, mante, we organiseren een wandelloop. Vanaf Almopafjana kom bij Mark Mieren, ten kabinet voor president. Zo recommend voor jou wakken, of trouwens maar mag komen wakken ook toe. Oké. Me heb je recommend, zij recommend aan mij. Me dis ano mi rokoma na mi famiri. Mi rokoma na wan famiri mi. Mi ching mi ala na wan famiri. Bakaten kande buiten standaard uno toki. Uteki dem soso a famiri na nga rokoma fu kombi marak. Yeah. Manu usabi dat alamansa euroko jaso uktu ano alamana NDPR a bedrijf verplicht des maf wakatamara. Mijn verpleeg moet chinseren. Voor laatst dan rokomang. Misref ne verpleeg pe mi moet gestem. Mi kan taigi, wan sani me taigi, altijd. Te wan pa ay sorgu wan ching. Dat ching ay luka pa apai luka ching. No wans man of verpleeg taki e muslim gi pe e wani. Dat na vrij. Je vindt dat je baas de bombe is, dat je pot. Of je ziet dat kan ook de aan. Mi taigi me de rokomang voor mi. Sumane de NDP ay kisen salaris. In Afkon, je moet je naar de dwangsom. In Afkon, Tamara, je vrij je kisimoni. En in Afkon. Zodra je ziet dat je weer paars, je no man slem je paars, no go weer paars. A belangrijk. Maar in vrede, meneer Chris, dat nu van jou duidelijk in mijn politieke kleur bekend, zoals je nu naar begin NDP'er, kan je maar ook al horen wat wandelen. In vrede, dat vooral in een periode die ze pe suma eluku to satra suma edu ine frede dat no suma autage isapsa mina bigi feha peer met jou een voorbeeld om mino gona kombi marak mino bij sandra pe moro ine frede fdati oké mo aksi a maner se refisai aksi a farhal disi ya bi frona nga ya bi ching ye roko moni en kombi marak anowan takina partai politika winkrina neutrala de you can go look pe you wednesday da pe mgudu buskap politiek apart. Je kunt stem, maar mij dat die, mij kan go bijna VHP maar abang sani sabung kopu mij go bij dat dat na apart, dat na je moet denken, moet denken dat die NDP diri dat moet bij dat no VHP bung kopu mij kan bij dat dat na wan sani moet luku peyo bij. Okay. Ine luku dat die zij de kombi marak sumai kong, tradi mij go bij wan brede. Mi winkrei sek siksi holu. Mi bai wan brede mi bende. Mi saba brede di siksi holu me seri. Tra winkrei es de mi bai. Se sveitek mi pai. Dus daarom suma mus luku pe amus bai. Ane go ufer partei. Ane go ufer partei sref srefi. Ja, maar in Espan, meneer Chris, dat yo tapa winkrei herdi. Dus yo las money fuan herdi. En in pai rokoman. In pai ala stroom alasan ete normal. In Espan fatori da. Oké. Okay. Zodra wan kondre draai sana asandi sina not neteri, a kondre ai draai wan boomang, sana wan dei, wan wiki mi kan tapenge. Sana wan dei, na wan wiki. Dus ge NDP kan tapawengri wan wiki. NDP ai draai asak boom ge a beleid, wan wiki mi tapawengri, ana wan probleem. Okay. Maar a kondre mus draai boom, luku, boom furu sande forteri, temo begin forteri kande, au moeilijk jouw voeren, gimme nou een taxo voeren, ik kan taki, en nou een probleem, gimme een probleem. Ja, maar nou een tijd toe, Abid. Een tijd. Maar mijn tijd is, dat ik apartheid is in Michie, voor join, en mijn actie me ook maar allemaal, suma wan join, suma de VHP aan Muskong, suma no de VHP, NDP, VHP man no Muskong. NDP man Muskong, en hier dan also, en ik kom. Plus, kom bij Marak Taigi, tak, jumma, de apartheid voor mij, NDP. Je kies een pakket tegen Tamara. Een mooi pakket. En dan recommend a familie voor mij. Maar dan moest de VHP, dan moest de NDP. No go weer terug, mij no go weer van terug, pe mij no go stem. Dat met eigen allemaal. Tide, mij weer... Tamara, alles maar over paars. Mij no sap om een recommend kon, nou allemaal verpleeg, maar... Tel ik nog me praat terug, allemaal me melden, dat mijn mensen de andere zijn, zo'n dico in zee. Met eigen tegen de VHP no moest ik. Nog vermoord me terug. Want na zomaar. Oké. Maar in verwacht nu aan Jugu Jugu Gitamara, ik denk dat alles aan jou rustig. Me denk Gitamara voor dansen en jandringen zo Jugu Jugu.
Jugu-jugu naar de jandringen dan si. One day me gi a partij di si, a president di si. Wo gofu ja, bakateng teo gwen nga, de orkoma minomawa ka sofara, wo gwen nga bus, wo saka, lep na president, president na me buurman, overige buurman. Alla de yama ipsa da pepe River Club de, okay. Stardus. En Tamara de mau jam dringi swing allemaal vrij miurokomang, nanga mi familie, vrij. Okay, dus nou een vakantie die Tamara direct. Ja, gie Gie kombi marak. Ja. Dus nou een probleem mino denki, probleem no de mino shi. Ja, meneer Chris, je tana wanika, sana politica sterkte fu NDP na in a district. Telek temi rape sa ala sei en mi check gewoon normaal, mi teik NDP winika ba. Samishi. Telek no samishi, met ek NDP de insei. Oké, okay, meneer Chris, met ek grantangi en me wens u boon voor uw succes, Gitamara. Thank you. Oké, okay, dank u wel. De 29-jarige autobestuurder Michael Ansu is op maandag 13 april 2015 overleden nadat zijn auto in de Pronkweg tegen een elektriciteitsmast aankwam en vervolgens in de trens langs de weg belandde. Ansu heeft ter plaatse de geest gegeven. Er zat nog een man in de auto die gewond is geraakt. Hij was gisteravond niet aanspreekbaar en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Pronkweg bevindt zich in het politieresort Nieuw-Amsterdam in het district Kommewijnen. De 29-jarige Michael Ansu is de 17e verkeersdode van dit jaar. De afgelopen periode hebben wij toch wel in TBN Prime Alert verschillende interviews gedaan met DNA-kandidaten, omdat wij toch wel die gemeenschap, de mensen die allemaal gekandideerd zijn, willen voorstellen, zodat u, wanneer u straks toch uw keuze gaat maken, weet wie de personen zijn en waarvoor ze staan, maar ook dat u dan ook een bewuste keuze maakt. Nou, vandaag zit ik bij de heer Marlon Rozenblad, geen onbekende in de gemeenschap. En hij is voor ABOP, lijst nummer 5, Paramaribo. Heer Rozenblad, goedendag. Hoe gaat het met u? Goeiedag. En goeiedag, luisteraars. Het lukt wel. We maken wel, als ondernemers, maken wel moeilijke tijden door. De sociaal-economische crisis, wil ik het noemen, in Suriname momenteel. Ik denk dat de enigste ondernemers die het niet goed hebben, zijn die mensen die fourage leveren voor de naschoolse opvang. En de mensen, u gaat erom lachen. het zijn die ondernemers die het nu eigenlijk goed hebben. En die mensen die koken voor die kinderen. Ik denk dat die mensen de enigste mensen zijn die het goed hebben, om niet te vergeten de apotheken. Want mensen hun bloeddruk stijgt door de situatie in Suriname. Vele mensen, ik heb een paar zelfs politieagenten aangesproken die zeggen dat voordat ze hun salaris krijgen dat het op is. Ook andere ministeries klagen mensen, zeg, voordat hun geld in feite in hun handen is, hebben ze leningen gedaan op hun salaris. Dus al zou je die mensen een budgetteringscursus geven, je moet een budget over hebben, toch? Om uit te kunnen zetten. Maar vroeger ging je geld, laat zeggen, in het midden van de maand op. Maar nu, voordat je geld in feite hebt gehad, is dat geld op. Ja. Zijn dit voor u de zaken waarom je de politiek dan bent binnengestapt? In feite was ik al lang in de politiek, maar ik was achter de schermen in mijn vorige partij. Hoe lang bent u dan al politiek actief? In mijn vorige partij, zeker 10 jaren terug, uitzetten, strategieën uitzetten, kijken wat je kan doen om je partij tot grotere hoogte te brengen, sponsoren waar nodig is, talkshow sponsoren. Ik ben de enige geweest die die durf had om bepaalde talkshows te sponsoren. Maar later heb ik het gelaten voor wat het is, want ik zag dat het de verkeerde kant op ging, vooral na de verkiezingen. Dezelfde talkshows die u nu bespreken? Ja, in feite heeft iemand gebeld naar binnen
En iemand heeft die meneer voorgehouden. Iemand die naar mij inziens aangezet is geworden. Ik de persoon eigenlijk de laan heb opgestuurd. Nadat ik heb gehoord dat de persoon een NDP'er is, heb ik die persoon weggestuurd met haar geld. En dat klopt helemaal niet. In de zaak kijken we niet naar de kleur van vlaggen. We kijken naar de kleur van dat geld. Want net als wat ik al zei, ondernemers maken heel moeilijke tijden door. Dus ik denk dat bepaalde ondernemers die niet in de naschoolse opvang zitten, ondernemers die niet uitbetaald zijn geworden, want er lopen honderden zaken tegen de staat, waarbij de staat in gebreken is gebleven om te betalen. Ik denk dat die ondernemers de andere kant zullen opkijken. Wat is dan voor u toch wel de reden geweest dat u de NDP hebt verlaten en nu ABAP bent binnengestapt? Om te beginnen, mensen onder valse voorwendsels in de maling nemen, dat vind ik barbaars. Dat doe je niet. Je gaat mensen geen dingen beloven waarvan je weet, willens en weten, dat je dat niet kan nakomen. Je gaat me niet beloven dat er een pipeline van Trinidad gaat lopen onder de zee naar Suriname. Mensen vergeten dingen. Je gaat me niet beloven dat je over flyers gaat bouwen en dat soort dingen. Dan hou je mensen voor de gek. Je gaat mensen niet zeggen dat je huizen hebt gebouwd. Men heeft geen huizen gebouwd. Sociale woningen. Men heeft koopwoningen. Laat het eens duidelijk zijn. Want ik zag verleden een vrouw met een sleutel van, ik heb een huis, je moet keihard betalen voor dat huis. Je moet 70.000 betalen voor dat huis, dat het niet waard is. En daarop moet je nog 7% rente betalen per jaar over, zeg maar, 20 jaar. Als je 7% rente betaalt over 20 jaar, dan kom je al op 140% op 70.000 SRD. En een familielid van mij zou ik niet aanraden om zo'n huis te nemen. Want anders ben je voor langere tijd, zeg maar, als je lekker een straf voor je kotie. Toch? Want soms gebeurt het dat jouw kinderen gaan moeten betalen, toch, voor de schuld die jij hebt gemaakt. De persoon in kwestie krijgt zijn geld gelijk. En dat is Housing International. En we hebben gevochten voor dat stuk perceel achterin van Hanna's Lus. We hebben gevochten, ik was er ook bij. Later zijn er gelden afgepakt van die mensen. Door een van die jongens die daar organiseerde. Er waren 3000 of 4000 mensen die opkwamen. Toen gingen staken voor het kabinet. Om dat stukje terrein te behouden. Er zou ook een begraafplaats daar komen. Het is ons gelukt om dat terrein in de boezem van de staat te behouden. Maar tot mijn verbazing zie ik dat dat terrein nu is afgegeven aan Housing International. En er worden daar huizen gebouwd. En u heeft dat beloofd natuurlijk, dan moet u dat doen. Maar er zijn huizen gebouwd, maar naar mijn gevoel 70.000 en 80.000 SRD met 7% rente, dat is onkan. Dat zijn geen sociale woningen. Wat zal ABAP dan anders doen wanneer ABAP dan aan de macht komt, na 2015 bijvoorbeeld? Via mijn persoon, want tegenwoordig stemt men niet alleen maar op partijen, maar men stemt op personen. Maar via mijn persoon, ik ga mensen niet zeggen, want via de voorzitter worden er huizen gedeeld natuurlijk. Maar via mijn persoon zeg ik dat huizen voor een zacht prijsje natuurlijk aan de man gebracht kunnen worden. Zo'n huis, naar mijn inschatting, zou zo'n huis voor 25.000 tot 25.000 gulden zonder rente via de staat verkocht kunnen worden aan de arme bevolking. En los van die koopwoningen zou ik graag ook huurkoopwoningen, dus koopwoningen en huurkoopwoningen en huurwoningen. Want niet iedereen is in staat om een woning te kopen. Hoe staat het met die huurders die gewoon een huis willen huren?
misschien voor kort of misschien lange termijn een huis willen huren. Dus de staat zou natuurlijk huizen kunnen bouwen om te huren voor die groep. Ja. Maar wat zijn de andere zaken waarvoor u zich ook sterk wil maken wanneer u gekozen wordt? Natuurlijk heb ik graag dat ik gekozen word, want ik ben een self-made man. Ik heb mezelf bewezen in de samenleving. Men ziet een kapsalon staan, maar er is ook een appartement. Ik doe aan pluimvee. Okay. Ik doe aan pluimvee. Ik doe aan, hoe noem je het, dat andere schapen. Wanneer je schapen kweekt. Je hebt pluimvee teelt en wanneer je die schapen kweekt, dat is dan weer een andere. Veeteelt. Dat is veeteelt. Okay. Ik doe ook aan veeteelt. We hebben ongeveer 150 schapen. Okay. En ik zou vooral de Bosland-Creoolse bevolking willen leren hoe ze moeten kweken in het binnenland. Want dat gras groeit daar voor niks. En laten we elkaar niet voor de gek houden, die beesten eten gras. Dus waarom zou ik die mensen dat niet kunnen aanleren? Zeg, kijk, je gaat kweken om in eerste instantie in je eigen behoeften te kunnen voorzien. Toch? Dat je eigen tafel zou kunnen dekken. Dat je kippen kan kweken. Dat je varkens kan kweken. Dat je geiten kan kweken. Dat je schapen kan kweken. Toch? Dat je ook bepaalde van ze die dat aankunnen, die niet bang zijn dat ze ook koeien kunnen kweken. We hebben zo een groot binnenland. En er is ook nog iets anders. Landbouw. Wat betaalt u tegenwoordig voor een sinaasappel? Waarom begint men niet met citrusplantages in het binnenland? Waarom probeert men het binnenland niet tot ontwikkeling te brengen? In plaats dat men delen van het binnenland verkoopt of uitdeelt aan Chinezen. Ik heb begrepen dat een groot deel van het Matawai-gebied ook te grabbel is gegooid aan een ondernemer via mijn voorzitter. Begrijpt u? Er kunnen landbouwprojecten komen en vaak praat men over de voedselschuur van Zuid-Amerika. Wanneer we praten over de voedselschuur van Zuid-Amerika, moeten we geen antroa gaan planten en boulanger. Dat lusten die mensen niet. Die mensen kennen het niet. En ik heb een meneer, een minister, horen praten. Ja, we moeten mensen die dingen leren eten. Hallo. Ga aardappels planten. Aardappels kunnen hier groeien. Begrijpt u? Gaat u dingen verbouwen waarvan u weet dat er afzet is. En een van de belangrijkste dingen is fruit. Fruit doet het goed hier. Laten we zuurzak planten, laten we meer, laten ze die zuurzak, die ananasplanten gaan marketeren. Dat die planten niet maar één keer per jaar fruit geven, maar laat zeggen dat je twee oogstperiodes hebt per jaar. Dat je niet één periode hebt en dan heb je een overschot. Begrijpt u? Maar ook ons ambassadepersoneel die in het buitenland zit. Kijkt u die mensen die luisteren? Hebben die mensen die luisteren zich ooit afgevraagd, wat doet onze ambassadepersoneel in het buitenland? Zitten ze enkel alleen maar te chillen daar? Die mensen hebben geen kaas gegeten van ondernemen. Maar die mensen zitten daar. Eigenlijk, die mensen zitten daar met een nietszeggende diploma. En anderen zijn geregeld. Je zit daar op het ambassade om Suriname in feite uit te brengen naar het buitenland. Ondernemers te stimuleren. U bent daar, u moet voor die markt te zorgen. Dat wij hier, zeg een meneer Rozenblad, we hebben een markt gevonden voor Tonka Vet hoor. U kunt 5.000 of 6.000 potjes nu exporteren naar het buitenland. Toch? Dat stimuleer je in feite de informele sector. Want iedereen komt naar me toe en vraagt zich, meneer Rozenblad, heb je een baan bij de overheid? Ik zeg, waarom probeert u niet iets voor uzelf te creëren? Waarom probeert u niet zelfs ondernemend te zijn? En ik wil u graag helpen daarin. Als u bijvoorbeeld in de zaak kijkt, dan gaat u zelf zien dat ik bezig ga zijn, samen met minister Belvoir, ga ik bezig zijn in de gevangenis. Bij de dames, ik heb al eerder bij de heren gewerkt, ik heb jaren kapperscursussen verzorgd voor de heren daar, maar we willen nu bij de dames, we willen de dames trainen om kleren te gaan stikken. Okay. We hebben 8 industriële machines ter beschikking, met begeleiding, om deze dames te rehabiliteren, dat wanneer ze naar buiten komen,
Toch? De meeste van die dames hebben een gezin, ze hebben een man. Dat wanneer ze naar buiten komen, dat ze niet afhankelijk zijn. Dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen. U geeft ze geen vis, maar u geeft ze een hengel om te gaan vissen. Ja, maar dat probeer ik u uit te leggen. Ik wil mensen ook leren zeggen, als je kinderen gaat maken, toch? Maak een kleine aantekening voordat u bezig gaat zijn. Zeg, kijk, dit kan, maar dit kan niet. Nee, dit gaat te ver. Nee, dit is buiten mijn vermogen. Toch? Dus ik wil mensen leren om hun eigen bedrijf, net als hoe ik mijn eigen bedrijf heb geopend, zou ik jongens kunnen stimuleren om hun eigen bedrijf te openen. Ik wil alle drop-outs, zij die niet door kunnen denken, die niet verder kunnen denken dan hun neus lang is, wil ik oproepen om zich aan te melden bij me. Ik heb een heel scherp denkvermogen. En in elke sector bijna kan ik mensen stimuleren. Wil je mensen gaan helpen, moet je jezelf eerst geholpen kunnen hebben. Want vele mensen geven zich uit als te zijn kandidaat. Die man komt en die man belooft je X waar hij zelfs de behoefte van heeft. Ik geef een voorbeeld. Ik ken iemand met alle respect. Die man is agent met één streep. En de man komt op de lijst. Hij is agent met één streep. Hij is politieman met één streep. Wat gaat hij voor mij kunnen doen? Wat gaat hij mij kunnen uitleggen? Die man woont bij zijn vader. Hij woont bij zijn moeder. Die man komt en die man komt in het parlement. En die man krijgt 18 of 19.000 SRD per maand. Wanneer die man dat bedrag ziet, verandert zijn gedrag meteen. Die man rijdt een bromfiets. Het eerste wat die man gaat doen is een dure auto kopen. En dit soort figuren gebruikt men om de jeugd te manipuleren. Om de jeugd onder valse voorwendsels te pakken. Wanneer je al bent gepakt, zit je 5 jaar in de rotzooi in feite. Wanneer u gaat stemmen op iemand, moet u stemmen op iemand die zichzelf in de informele sector in het verleden heeft bewezen. Iemand die zich sociaal, maatschappelijk heeft bewezen. Iemand die zijn eigen boontjes kan doppen. Maar als je op iemand gaat, ja, jongeren moeten er zijn. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het gedrag van bepaalde van die jongeren, dan vraag ik mezelf af. En misschien kan ik die vraag ook via u aan de gemeenschap vragen. Als deze jongeren, niet allemaal natuurlijk, maar als deze jongeren onze politici van morgen gaat zijn, dan kunnen we inpakken. Dat is de hek van de dam. Want het zijn jongens die zichzelf niet hebben bewezen. Jongens van 23, 24 jaar die nog bij mama inwonen en dat je stemjama van mama kon zeggen, kondre, hello. Die man heeft niks voor zichzelf kunnen betekenen. Ik wil niemand natrappen. Maar een jongen van 24 jaar kan met mij niet in discussie gaan. Ik ben een vaderfiguur. Die jongens moeten bij mij komen als ze geen vader hebben. Of als ze geen moederliefde of vader hebben, dan begeleid ik ze. Het zijn vaker die jongens die vaker met hun petje ernaar gooien. Die niet weten om te gaan met die luxe. Kijk, u heeft nu een paar arme mensen aan de macht die 4 en 5 banen hebben. Die man verdiende 1200, 1300 SRD per maand. Die man woonde in een huurhuis. En die man verdient nu 25 tot 30.000 per maand. En die man heeft bodyguard. Hoe gedraagt die man zich? Die man is niet gewend met die luxe omdat het niet gefaseerd is gegaan. Wat ik heb opgebouwd, heb ik opgebouwd in 35 jaar. Je hebt mannen nu momenteel, die binnen, laat zeggen 5 jaar, multimiljonair zijn geworden. En dat kan niet. Deze trend, als deze trend wordt voortgezet, toch, hebben we een ramp in Suriname. We kennen in Suriname geen rampen, we hebben geen overstromen, enkele kleine dingen. Soms een kleine dry windy. Maar als we praten over rampen, hebben we nu een politieke ramp. Helemaal duidelijk, heer Rozenblad. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen en heel veel succes toewensen met uw kandidaatstelling en met uw race naar de verkiezingen toe. Dank u wel, heel veel succes. Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil
natuurlijk via u de gemeenschap natuurlijk beleefd vragen dat het vertrouwen in mij niet beschaamd zal worden. Voordat u op iemand stemt, gaat u in de persoon zijn verleden om te kijken wat de persoon sociaal maatschappelijk heeft betekend voor een andere. Alsjeblieft. Een 24-jarige jongeman is gisterochtend mishandeld door de 26-jarige Sergio B. Deze mishandeling vond plaats te Roma Pit. Roma Pit bevindt zich in een goudconcessiegebied in het district Brokopondo. Sergio B. gooide een bierfles naar het hoofd van het slachtoffer met het gevolg dat die aan zijn hoofd gewond raakte. De verwondingen zijn van die aard dat het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen. Sergio B. is hangend het onderzoek aangehouden en opgesloten. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de mannen ruzie kregen in een cabaret, zogenaamde hoerentent, om een commerciële sekswerker. Op een bepaald moment pakte de verdachte een bierfles en smeet die naar het hoofd van het slachtoffer. De fles spatte uit elkaar met het gevolg dat het slachtoffer gewond raakte. Als ik zeg Hasti Masti, dan weet heel Suriname over wie ik het heb. Nou, deze toneelgroep die is zeer, zeer populair in Suriname. En die hebben nu hun vleugels verder uitgebreid. En als ik zeg vleugels uitgebreid, u kent ze van hun toneelstukken. U kent ze van hun series op de televisie, op Trishul Kanaal 20. En nu hebben zij hun film gemaakt, of een film gemaakt. En wel hun eerste horrorfilm. Vandaar dat ik dan ook met een deel van de groep sprak, want de groep is die veel groter. En wie ik allemaal in de studio's heb, dat is dan de heer Rakesh Meghu, ja? Mevrouw Sabrina Laurens, de heer Ashwin Badal, ja? En mevrouw Shanti Matai. Mevrouw Matai en de rest van de groep, welkom in de studio van Trishul Televisie. Dank je wel. Ja. Een horrorfilm, ja? Ja, een horrorfilm. Hoe heet die? Het heet Jangli Atma. Ja. En het was onze wens om een film te maken. En we zouden in principe gewoon een opname maken hoor. Het zou een horroropname zijn. Maar het is dan uiteindelijk een film geworden. Het is geen film, het is een filmpje van 30 minuten. Maar het is het begin van ons. Okay. Het is het begin van ons. Het is onze droom om een film te maken. En we zijn dan begonnen met een horror. De mensen kijken elke avond naar Horror Nights. Mm-hmm. Dat komt uit India. Dus wij dachten van, laten we iets doen in Suriname. En het is de eerste horrorfilm in het Hindoestaans van Suriname. Okay. Dus we zijn er trots op. En ik wil mijn cameraploeg bedanken, met name Ajay en Vijay Rambali. Mm-hmm. Zij hebben zich heel erg ingezet. De script hebben we samen in elkaar gezet, maar zij hebben het grootste deel gedaan. En omdat zij ook de technieken kennen, hè, hoe ze moeten filmen en wat erin moet komen en zo. En ik wil al de participanten bedanken. We hebben echt de hele dag en de hele avond moeten filmen. Oké, dat is vrij zwaar. Het is iets van 30 minuten, maar we hebben ons moeten inzetten. Hoe lang zijn jullie ongeveer bezig geweest? Het is de hele dag en de hele avond. Het een is week, dan een maand? Eén dag. Dus we zijn 2 weken bezig geweest met script. Mm-hmm. En opname is dan de hele dag en de hele avond was het. Het is dan 24 uur. Okay. We hebben helemaal niet geslapen hoor. We hebben continu moeten opnemen. Dus het heeft heel veel van jullie gevergd? Het heeft heel veel van ons gevergd. En ik hoop dat het de mensen gaat bevallen. Ja, maar jullie zijn bekend om jullie comedy. Ja, het gaat om comedy. Dat is ook comedy. Ja, maar was het een beetje zwaar van comedy, nu een beetje horror, een beetje vrij ernstiger? Ja, want het is geen Hasti Masti, het is een film. Mm. Dus dan moet je een paar keren gaan opnemen om
het juiste resultaat te krijgen. En het is dan een ervaring voor ons geweest hoe een film gemaakt wordt. Dus als wij nu onze grote film gaan uitbrengen, dan hebben wij die ervaring al, hoe we moeten optreden. Kijk, wij, de Hustimusti Groep, eigenlijk zijn we begonnen als toneelgroep Roshni. We hebben ook deelgenomen aan Het Geheim van Marienburg. Mm-hmm. En daar moesten we ook gaan opnemen. En dat heeft ook lang geduurd. Soms gingen we 9 uur weg, kwamen we 11 uur in de avond thuis. Daar hebben we dagen achter elkaar moeten inzetten. Maar hier, daar hebben we 1 dag ervoor uitgetrokken. En we hebben een film gemaakt. Het is een film geworden. En ik bedank dan Trishul ook voor de medewerking. Meneer Kenneth Rambali, die heeft ons echt gepowered van, gaan jullie ervoor? Kawish ook. En Ajay en Vijay Rambali, zij zijn er ook. Dus we hebben iets neergezet. Ik hoop dat de reacties goed zijn. Ja. We zijn hier om het te promoten eigenlijk. En ik hoop dat de mensen gaan kijken. En dat we dan goede reacties krijgen. Ja. Wat kan je de kijkers een beetje vertellen over jullie toneelgezelschap, maar ook over Hustimusti? Kijk, Hustimusti, we zijn bijna 3 jaar al bezig. Hè? Met toneel zijn we al 15 jaar bezig. Maar echt met Hustimusti zijn we al 3 jaar bezig. En overal waar we komen, krijgen we complimenten. Het doet ons goed. We worden er niet voor betaald. Hè? Het is pro deo dat we doen. Okay. En we doen het voor de gemeenschap. Als wij met onze programma misschien 2 of 3 mensen tot goede gedachten kunnen brengen, dan zijn we al tevreden. Maar zeggen mensen dat ook aan jullie wanneer ze jullie ontmoeten? Ja. Ja, als die mensen ons ontmoeten, we hebben veel fans, als die mensen ons ontmoeten, dan komen ze ons een schouderklopje geven, een handdruk geven van ga zo door, ga door met het goede werk. Op Facebook, berichten, ze sturen ons echt die complimenten van ga zo door, het gaat goed. En als Trishul de medewerking niet had verleend, dan zouden we vandaag niet zijn op het punt waar we zijn. Okay. Toch? Want wij betalen Trishul niet om te draaien. Okay. Wij krijgen zelf geen geld, wij betalen Trishul niet. Dat wist ik ook niet hoor. Nee. Ja, ja. Echt waar, zij doen alles zelf. En ik wil mijn leden ook bedanken. Mijn leden offeren hun tijd. Als we zondag opname hebben, ze komen 9 uur al. Okay. En ze gaan 5 uur weer weg. Dus dan gaan ze 5 uur weg. Er is heel veel liefde voor het werk. We doen het echt met liefde. Ja. Het is gewoon, we proberen een boodschap te brengen naar de gemeenschap. En we staan bekend om de boodschappen. Ze vinden dat wij dan goede dingen presenteren. Dingen die alledaags gebeuren. En als de mens een beetje iets kan leren eruit, dan doet het ons goed. Ja. Dat is ons doel. Dat is eigenlijk ons doel. Oké. Okay. Maar u wil niets vertellen over Jungle Art, maar okay. De mensen moeten dat allemaal zelf vrijdagavond zien. En ik wil het als een verrassing houden. Kijk, het is een trip. Mm-hmm. En, we moesten dat in elkaar zetten. Dus het is begonnen als een trip. De mensen, de Hustimusti Groep, die gaat dan buiten de stad. Mm-hmm. En er gebeuren bepaalde dingen daarin. Ze zien ook iets. En op den duur komt niemand meer terug. Ja, ja. Toch? En het is niet echt gebeurd. Hoor, kijk, we staan nu hier. Maar het is gewoon een film. Ja. Het is gewoon een film. En misschien is het te adviseren dat kinderen het, voor de eerste keer dat de ouders het zelf eerst zien. Okay. Voordat ze de kinderen laten zien. Want bepaalde scènes en bepaalde geluiden, ik weet niet hoe het bij de kinderen gaat werken. Bij horrorfilm komt er sowieso een heleboel dus dat, sound effects en ja, effecten dus bij kijken. En ik denk dat kinderen juist van horror houden, want juist kinderen vragen me op Facebook van wanneer gaat het uitkomen, wanneer ja, gaat het uitkomen. Ja. Begrijpt u? Dus ze zijn echt enthousiast en van ze willen weten wanneer het gaat uitkomen. Dus het is vrijdag mensen en het is al zover. Al maanden zetten we op Facebook dat we een horror gaan maken. We gaan een horror maken. En het is nu eindelijk zover. Ja. En als de reacties positief zijn, dan kun je dat jullie dan verder dan gaan willen met horrorfilms. Ja, dan willen we wel. En, we willen dus ook aparte dingen doen, behalve de Hustimusti, waarin er een bepaalde boodschap is. Alledaagse maatschappelijke problemen die wij belichten. Behalve dat willen we ook dan
misschien een grotere horrorfilm maken, een gewone film in Suriname maken, iets over de criminaliteit. Nou, we hebben zoveel plannen, maar ik heb ook mensen nodig, dus als er mensen geïnteresseerd zijn, als er acteurs en actrices zijn die geïnteresseerd zijn, kunnen ze contact met ons opnemen. En ook zonder sponsoring kunnen we niet verder gaan. Want kijk, een dagje buiten de stad om een horroropname te maken. Ja. Je moet voor voeding zorgen, je moet voor vervoer zorgen, je moet voor alles zorgen. Dus zonder sponsoring kan ik ook niets doen. Ja. Dus, hoe dekken jullie dan de kosten middels sponsoring? Voor deze keer hadden we wel een sponsoring. Dus zo hebben we de kosten gedekt, hebben we dan zo een film gemaakt. En we zullen zien wat het in de toekomst wordt. Nou, dan zijn we allemaal benieuwd. Vrijdagavond, begrijp ik, de première op Trishul Televisie om 10:00 PM. Uh-huh. Dus iedereen moet dan gewoon om 10:00 PM kijken wat het, wat Jungli Atma is. Het is een trip geweest en dan moeten ze kijken van, het heeft ook komedie, het heeft ook serieuze scènes. Dus ik ben echt, ik wil niet veel verklappen, ik wil het echt als het een verrassing Het moet een verrassing houden. Voor de mensen blijven, uh-huh. Nou helemaal. Dan zullen we gezamenlijk met een ieder op vrijdagavond kijken naar de première van Jungli Atma op de Trishul Televisie. Het is er om 10:00 PM. En zoals de groep het zegt, zij hebben het nodig van jullie. Ze doen het allemaal pro deo. Ze hebben gewoon de positieve reacties van jullie nodig. Of er ook negatieve reacties zijn. Dat maakt ze niet kleiner, het maakt ze alleen maar groter. En wat ik wil zeggen, een kritiek gaat ons niet breken. Hè? Als het opbouwend kritiek is, staan helemaal, we open. Helemaal. Echt waar. Als iemand ons zegt van kijk, daar heb je het niet goed gedaan en daar kon het beter. We stellen het heel erg op prijs. We stellen het heel erg op prijs. Zo gaan we groeien. Ik sta open voor kritiek. Ik sta echt open voor kritiek. Nee, helemaal. Ja. Heer Rakesh Meghu, mevrouw Shanti Matai, heer Ashwin Badal en Sabrina Laurens. Heel hartelijk dank en heel veel succes. En we kijken met ons allen uit naar de première van Jungli Atma, 10:00 PM, Trishul Televisie. Mag ik ook iets zeggen? Ja, ik wil mijn leden, die hebben deelgenomen, ik wil mijn leden hartelijk bedanken. Ik wil in het bijzonder de cameraploeg bedanken, met name Ajay en Vijay Rambali. Zij hebben zich echt heel erg ingezet. En ik wil de directeur van Trishul, de heer Kenneth Rambali, bedanken. En ook Kavish Rambali, die hun medewerking hebben verleend. Om alles te gaan draaien, om te gaan shooten, om die promotie te maken. Ik wil een ieder bedanken die heeft meegewerkt aan dit product. Ja, helemaal. Heel veel succes nogmaals. Dank u wel. En graag tot een andere keer. Is dank goed. U wel. Ja, dank u wel. De voortvluchtige verdachte Jonathan Kasanpaviro, alias Yohu, heeft zich op zondag 12 april 2015 aangemeld bij de politie van het bureau Derde Rijweg. Hij is vervolgens overgedragen aan de collega's van de afdeling Kapitale Delicten. Hij is in verzekering gesteld. Kasanpaviro wordt verdacht van oplichting en verduistering meermalen gepleegd. We hebben vorige week beelden bij u in het interview in de huiskamer gebracht waar CELOS thans bezig is met hun vakantie microbiologie en wel voor de leerlingen van de basisscholen. We hebben vandaag wederom een bezoek gebracht aan deze vakantie microbiologie en menen toch wel om met enkele van de jonge participanten te praten. En zo staan we dan met Iman Zuiverloon. Iman, hoe gaat het? Het gaat wel met u. Ja, het gaat wel. Hoe was de toets die je net hebt afgelegd? Ik zat vast met een paar vragen, maar het was toch wel makkelijk. Maar de stof heb je wel gehad? Ja. Alles af wat alle vragen hadden we wel behandeld vandaag. Ja, ja. Wat heb je geleerd de afgelopen dagen? We hebben geleerd waar bacteriën zijn en natuurlijk, je moet je handen goed wassen en al. Waarom moet je je handen goed wassen? Omdat er bacteriën over je hele handen zijn. En sommige zie je, maar sommige zie je helemaal niet. Oké. En wat heb je ook nog verder geleerd? Ik heb geleerd dat sommige ziektes, wanneer je in de lab bezig bent, moet je heel voorzichtig zijn. Van sommige ziektes kunnen verspreiden als je zelf
je handschoen is gescheurd of zo. En je hebt zelf een ziekte gekregen dan. Oké. Okay. En vind je het interessant wat je allemaal hebt geleerd? Ja. Ga je delen met je vriendinnen en je vrienden? Misschien niet, want anders gaan hun komen en dan is er misschien niet zoveel ruimte voor mij. Dus misschien. Dus je wil weer terug? Ja, volgend jaar weer. Dus je vindt het wel heel erg interessant? Ja. Ja? Oké, okay. Dankjewel. Veel succes. Dank u. We staan er nu met Loyeerza Salons en zij zal ons vertellen wat zij de afgelopen dagen allemaal geleerd heeft. Loyeerza. Ik heb geleerd in het laboratorium dat we met microscopen kunnen werken over bacteriën enzovoort. En wat zijn bacteriën? Bacteriën zijn witte rondjes. En ze zijn fel, een beetje fel. En zijn ze schadelijk? Ja, ze zijn toch wel schadelijk. Bepaalde. Ja. Kunnen ze je ziek maken? Ja, bepaalde. En om niet ziek te worden, wat moet je dan doen? Je moet je handen en je handen goed wassen. Oké. Okay. Van welke school ben jij? Van de Sint-Agnes school. Mm-hmm. En hoe had je hierover gehoord? Mijn moeder, ze had een vriendin en heeft gevraagd als ik mee wil doen. En is het de eerste keer dat je hier aan meedoet? Ja, meneer. En je hebt het allemaal tot nu toe interessant gevonden? Ja, meneer. En ga je de informatie die je hier hebt geleerd delen met je vriendinnen en je vrienden? Ja, meneer. Wat ga je ze bijvoorbeeld vertellen? Over wat we hebben geleerd in het laboratorium. Mm-hmm. En ga je ze ook nu zeggen dat zij hun handen goed moeten wassen voordat ze wat gaan eten? Ja, meneer. Mm-hmm. Oké, okay, dankjewel. Veel succes. Trouwens, Eva, wat vond je van de toets die je net hebt gemaakt? Toch wel makkelijk. Mm-hmm. Ja. Denk je dat je het wel haalt? Ja, meneer. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Joël Laurens, hoe oud ben je? Van welke school ben jij? Ik zit op Oud Maratrieto en ik ben 10 jaar. Oké. Okay. Wat heb je geleerd de afgelopen dagen? We hebben geleerd over bacteriën, hoe je moet, dus als je huis in brand is, wat je moet doen, hoe je moet werken met bacteriën. Oké, okay, vertel de kijkers thuis, als hun huis in brand is, wat moeten ze doen? Kijk, als je huis in brand is en bijvoorbeeld ben in de kamer en de zitkamer is in brand, nooit het raam openmaken, die deuren openmaken, dus zodat er komt meer zuurstof naar binnen, zodat er komt meer brand. Je moet via het raam naar buiten springen. Als je gewoon niet te huis ziet, dan moet je de deur openmaken, moet het bukken sneller wegrennen. Oké. Okay. Ja, en wat heb je geleerd over de bacteriën allemaal? Je hebt een heleboel verschillende soorten bacteriën. Je hebt bacteriën die dodelijk zijn. Als ze op je lichaam komen, ben je binnen 10 minuten dood. Je hebt verschillende bacteriën. En hoe moet je als mens dan beschermen tegen de schadelijke bacteriën? Je moet zo, als je op reis gaat, als je buiten de stad gaat, je gaat eten, altijd je handen wassen voordat je gaat eten. Als je wil gaat vegen, als je hebt gepoept, je handen wassen. Oh, wat nog meer. Als je eten gaat klaarmaken, je mag niet lachen, niet nissen, niet hoesten. Oké, okay. en je fruit die je gaat eten, moet je ook altijd goed wassen? Ja. Mm-hmm. De informatie die je hier hebt geleerd, ga je dat delen met je vrienden en je vriendinnen? Ja. Mm-hmm. Waarover ga je ze vooral vertellen? Voor de bacteriën, hoe ze hun handen moeten wassen, voordat ze gaan eten, wat ze moeten doen. Mm-hmm. Hoe had je hierover gehoord? Wat zegt u? Hoe had jij hierover gehoord? Begrijp ik niet. Je hebt hieraan meegedaan, de vakantie microbiologie. Ja. Wie heeft jou ingeschreven? Je ouders? Ja, mijn ouders. Mm-hmm. Oké, okay. Maar je hebt er geen spijt van dat je hebt meegedaan? Nee, dat is leuk. Oké, okay. De eerste volgende keer doe je weer mee? Ja. Oké, okay. Dankjewel. Ja. Veel succes. Ja. Twee drugscouriers zijn op 11 april 2015 in twee afzonderlijke gevallen aangehouden op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te Sandrij. Ze zijn aangehouden door het BIT-team van de politie. De eerste courier is de 18-jarige Aisea M. Hij heeft cocaïnebolletjes geslikt en in zijn anus gestopt. Aisea bezit de Nederlandse nationaliteit. De tweede koerier is de 45-jarige Winoord Kumar D. In zijn handbagage zijn respectievelijk aangetroffen en in beslag genomen 6 pakken agar-agar met cocaïne en 4 pakken inhoudende cocaïnebollen met een omhulsel van chocola en hagelslag.
Het totaal bruto gewicht van de 10 pakken met inhoud is iets meer dan 4000 gram. De drugsverdachten en de drug zijn voor nader onderzoek overgedragen aan de narcotica brigade. Hangend het onderzoek zijn beide verdachten in verzekering gesteld.